of de brandalarm op mogen lopen. Toestemming daarop gekomen, er is geen gemelde uitvaart. Snel afvarende bovenmatige zee, wat dan boeit 22. Dat moet wel. Als je niet de snelheid over wilt steken, dan bent u voor deze weg. Ja, dat is goed, dat gaat wel lukken. Dan gaan wij de Brabant op. Westerschelde. En dan gaan we tot Hansweert. Daar gaan we door het kanaal van Zuid-Beveland over de Oosterschelde richting Krammer. Water hier dus met zeevaart. Of je kan ook zeggen dat de zeevaart dit met ons deelt. Het is natuurlijk eigenlijk hun vaarwater. Binnenvaartschepen zijn hier toch maar de kleine jongens.
zijn bij Hans Weert. Bakbord kun je de post zien, daar is de invaart. En even wachten op deze zeevaart. Als die voorbij is, gaan we naar binnen toe. De vloed is ondertussen aardig op komen zetten. Dat was ook de bedoeling. Maar we hebben dus wel ernstig voorstroom. Dus we kunnen hoe langer we blijven drijven, hoe meer we beneden de invaart terechtkomen. Er zijn twee bruggen waar we onderdoor moeten. En het begint hoog water te worden, dus even de mast strijken, dat we zeker weten dat het past. Tussen op de Oosterschelde, altijd weer heel mooi. In de verte zie je de Zeelandbrug. We zijn bijna bij het Brabants vaarwater. Dit is de witte tonnenvleien. En dan gaan we straks stuurboord uit. Je ziet dus heel goed kijken bij dat schip daar. Recht voor ons. Dat is een scheidingston. Dan gaan we net binnen langs. Daar staat er nog water, zeker met het leegschip. Stuurboord uit. We zijn intussen bij de Krammersluis aangekomen. Daar staat tegenwoordig heel veel windmolens. Ik vind het eigenlijk wel mooi.
Hey, mee, Wemmelingen. Ja, hij mee. Ja, u kan tot 13.45 over de tunnel, over. 13.45? Ja, daar gaan we nog in. Kom helemaal goed. Volhard komen we weer. Dankjewel. En even langs te lopen. Deze kan ook al zeer heel duidelijk. Het is al naar de Zeebrugge kunnen. Maar waar moet hij nou passen? De tunnel, het kanaal van...